Ik heb voor verpleegkunde gekozen omdat verpleegkunde eigenlijk een heel breed vak is. Ik ben bij heel veel verschillende opleidingen geweest, maar eigenlijk miste ik overal een stukje. En bij verpleegkunde kwam dat allemaal samen. Nou, als verpleegkundige ben je eigenlijk echt een soort coördinator in de zorg. Je bent er voor de patiënt en zijn familie. Je komt in aanraking met heel veel verschillende disciplines. Denk aan een arts, maar ook aan de fysiotherapeut. Maar je zorgt er ook voor dat je patiënt zijn basisbehoeften krijgt, zoals wassen en aankleden, het eten krijgen. Maar dat gaat soms ook een stapje verder. Dus je bent bezig met medicijnen klaarmaken, toedienen, zorgen dat iemand de juiste zorg op dat gebied krijgt. Maar ook verpleegtechnische vaardigheden kunnen daarbij horen. Het mooiste van het vak is echt dat je gewoon een rol kan spelen in iemands leven op het moment dat het niet goed gaat. En ik denk dat het een heel fijn gevoel is om zo'n steun te kunnen zijn voor iemand die dat nodig heeft. Ik heb mijn eerste 2 jaar theorie gevolgd. Daarin krijg je dus les over verschillende soorten patiëntencategorieën, verschillende ziektebeelden. Daarbinnen loop je ook stage, dus dat wissel je eigenlijk af. Je wisselt je theorieblokken af met je stageonderwijs. Na je 2e jaar ga je in eerste instantie een minor doen. Dus dan ga je je verdiepen in een onderwerp wat je zelf heel leuk vindt. En daarna gaat dus stage van start. Maar daarnaast heb je ook binnen je opleiding een stukje wetenschappelijk onderzoek wat steeds meer naar voren komt. Zo heb ik laatst mijn advies geschreven binnen mijn eigen afdeling. Dan zorg ik ook dat mijn advies en mijn onderzoek wat ik gedaan heb, dat dat daadwerkelijk tot uiting komt op de afdeling. Dus dat is wel heel leuk. Ja, meerwaarde van het UMC Utrecht is dat je hier eigenlijk hoogcomplexe zorg tegenkomt die je in andere ziekenhuizen misschien minder tegenkomt. Dus dat je eigenlijk al heel veel gezien hebt in een hele korte periode en daar ook heel veel van kan leren. En daarnaast is het UMC Utrecht ook een ziekenhuis dat zich heel erg richt op opleiden. En ik denk dat dat heel prettig is voor een student, dat je ook merkt dat de begeleiding daarin goed is. En dat er altijd mensen zijn die je kunnen opvangen als het juist niet zo goed loopt. Ja, de balans tussen werk en privé is denk ik wel goed te doen. Het vereist wel wat planningsvaardigheden, dus je moet wel echt op tijd beginnen. Want je moet ook best nog wel wat thuis doen. Maar als je dat goed balanceert, dan kan je echt nog wat dingen in privé doen. Wat ik zou willen zeggen tegen mensen die nu nog moeten kiezen of ze deze opleiding willen doen, is dat ik het heel erg leuk heb gehad. Dat ik het zeker aanraad om het te doen, omdat je gewoon heel erg je kennis verbreedt. Heel erg zelfstandig leert zijn en ook heel veel van jezelf leert.